In deze video gaan we kijken naar de samenstelling en de weging van aandelen in de AEX-index. We gaan kijken hoe vaak dit gebeurt, hoe vaak wisselt het en hoe komt eigenlijk deze weging en samenstelling tot stand. Dit om een beter idee te krijgen wat nou eigenlijk de waarde is van een index zoals de AEX-index en hoe deze koers tot stand komt, dus de koers waar we elke dag iets over horen. En in dit specifieke geval richten we ons dus op de AEX-index, maar natuurlijk gaat het ook Ongeveer op dezelfde manier voor andere indexen. Alleen is daar misschien de weging en de manier waarop het berekend wordt net iets anders. Al met al genoeg leuke en interessante informatie, denk ik, waarmee ik hoop dat je weer iets zult leren wat je kunt gebruiken in je toekomst. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een PassiefInkomen.nl. In deze video gaan we dus kijken in het specifiek geval naar de AIX index. Laten we even een document erbij pakken van uh, eind maart met wat gegevens over de AIX. Op die manier krijg je eigenlijk een beter beeld van de beurs waar we zo meteen meer focus op gaan leggen. We zien dat de AIX gebaseerd is op wat ze noemen Free Float Market Capitalization. En dat er een max is van 15% op de Weighing Cap. En de Later meer daarover, dat daar kan ik straks beter uitleggen. Het is een index waar 25 aandelen in worden meegenomen. Deze worden jaarlijks beoordeeld, maar ook ieder kwartaal kunnen er wijzigingen plaatsvinden. Dat er bedrijven versneld worden toegevoegd of dat er bedrijven weer uh, vervangen worden eigenlijk op die manier. Eigenlijk zijn er ook drie axen. Je hebt de AEX Index, dat is degene die we het meeste horen. Deze is in januari 1983 opgericht. Daarna kwam de AJX GR, wat staat voor Gross Return, die werd opgericht in september 1999. En in 2010, eind 2010, kwam daar de AEX NR bij. Ja, een overzicht van deze AJX'en, de verschillende die er zijn. We hebben inmiddels meer dan 650 miljard marktwaarde op deze beurzen. Het kleinste bedrijf weegt mee van 0,55%. Terwijl het grootste bedrijf meeweegt voor 16,41%. We zien ook dat de top 10 van bedrijven goed is voor bijna 80% van de AX-index. Het gemiddelde dividend is 4,05%. Afgelopen jaar had de Ajax een rendement van plus 20,34%, terwijl de Ajax GR, Gross Return dus, waarin het dividend eigenlijk wordt meegenomen en wordt geherinvesteerd, een rendement had van 28,5%. Maar welke aandelen zitten er nu op dit moment in de AIX en wat is de weging daarvan en hoe zijn deze tot stand gekomen? We zijn weer aangekomen op de computer waar ik een, een Excel document heb gemaakt voor een overzicht eigenlijk van de AIX indeling. De indeling zoals die op dit moment is. En hier links zien we de, in de eerste kolom eigenlijk de 25 bedrijven die er op dit moment in de AIX zitten. En dit zijn vaak wel de grote bekende namen die iedereen wel kent. ABN AMRO, uh, ASML, de chipfabrikant, Galapagos... ING Bank, KPN, ja, Royal Dutch Shell, oftewel gewoon Shell, Unilever. Dit zijn echt de grote namen. En hierachter heb ik trouwens het symbool staan. En dat is het symbool waarbij het bedrijf vaak bekend staat op de beurs. Uh, dit is de indeling sinds maart dit jaar. Want zoals we net zagen, ieder jaar wordt die in ieder geval een keer herzien. En ieder kwartaal wordt die ook ja, eventueel ook al versnelde wijzigingen doorgevoerd. Uh, de laatste keer dat dat is gebeurd was in maart van dit jaar. Uh, we zien hier ook een nieuwsbericht van RTL van 21 maart. En ik geloof dat de maandag erop, volgens mij 23 maart. Uh, dat er dan een, ja, een, eigenlijk een nieuwe indexering of een herweging plaatsvindt. Uh, we zagen dat hier uh, ja, één keer per jaar zoals gezegd. En de laatste keer zijn Aalborst en Vopak zijn uit de Ajax-index gegaan. En Azami en Just Eat Takeaway zijn daarvoor in de plaats gekomen. Even terug naar het document. Uh, we zien hier op dit moment de koers van het aandeel. Dit is de actuele koers gebruikmakend van de code, eigenlijk de, de formule van Google Finance. En ik heb uh, deze toegevoegd omdat die dan op de Amsterdamse beurs zoekt. En bijvoorbeeld het aandeel ABN is op dit moment 9 euro waard. Uh, dit is de koers uh, aan het begin van afgelopen vrijdag. Um, en daar kom ik straks nog even op terug waarom ik die zo heb ingevoerd. In de volgende kolom zien we eigenlijk de weging staan. En dit wil eigenlijk zeggen hoe zwaar weegt het aandeel mee in de totstandkoming van de AX. En dus de index. En dus de koers die we eigenlijk hierboven zien staan. Nou, we zien hier uh, de grootste is op dit moment ASML, gevolgd door Royal Dutch Shell. En Unilever en deze drie bedrijven samen, als ik ze even selecteer, zien we hier rechtsonder zijn voor 41,65% goed van, uh, van de index. We zagen straks al dat de top 10 goed is voor bijna 80%, maar eigenlijk de top 3 is dus al voor meer dan 40%. Is die van invloed op wat de koers eigenlijk van de AEX doet? En gaan we weer even terug, dan zien we ook weer hier staan hoe dat tot stand komt. Um, we zien sowieso dat er uh, maximaal 15% is. En de gedachte hierachter is dat eigenlijk een fonds niet ja, de groot, uh, een heel gro te grote impact heeft op de index. Ooit is die regel bedacht vanwege Shell en ook Unilever hebben er vaak mee te maken. Dat ze eigenlijk wat uh, beurs waren dat zo uh, betreft groter waren dan die 15%. Maar dan werden ze ook meteen misschien wel met zijn tweede van meer dan de helft uh, ja, van invloed op die beurs. En daarom is die uh, dus die. Maximaal 15% geïntroduceerd. Maar zoals we net zagen zijn het niet um, Unilever of Shell die te maken hebben met die 15%. We zagen dit jaar juist ASML voor meer dan 15%. Um, dat is trouwens wel een beetje het rare en daarom staat je hier ook uh, ja, een beetje oranje. Um, je zou verwachten dat dus de weging... Maximaal 15% is, maar ik heb geen gegevens kunnen vinden van de dag zelf. Of ja, dit is wel van de dag zelf, maar nadat die de eerste dag open is geweest, dit is toen de weging. Dus ik neem aan dat die nadat die herweging is geweest, dit eigenlijk 15% is geweest, omdat een bedrijf, zoals gezegd, nooit meer dan 15% van de index mag uitmaken. Nou, hoe komt dan tot stand dat eigenlijk een bedrijf als ASML. Um, ...meer weging heeft dan bijvoorbeeld een bedrijf als Unilever of Shell... ...wat eigenlijk grotere bedrijven zijn. Dat zien we hier ook staan. Uh, door de enorme daling van de olieprijs de laatste weken... ...is de beurswaarde van Shell Concern flink gedaald... ...tot iets minder dan 100 miljard. En Unilever is groter en de onderneming is in totaal van meer dan 120 miljard. Maar ASML zelf dan is maar 93 miljard. Dus qua beurswaarde is het bedrijf kleiner... ...maar qua percentage weegt het zwaarder mee... Dat komt omdat er een bepaalde constructie is en daarmee houden ze eigenlijk met twee dingen rekening. Ten eerste kijken ze nou, naar hoeveel aandelen zijn er ook echt op de AX verhandeld. Want er zijn vaak dat bedrijven op meerdere beurzen actief zijn of verschillende onderdelen op verschillende beurzen. Zo heb je bijvoorbeeld uh, Shell, heb je aandeel A wat voor Nederland geldt en aandeel B wat voor de Londense beurs geldt. En dan kijken dus hier vooral uh, aandeel A nemen ze mee en wat ook nog mee bepaalt wat de weging wordt is uh, de float die ze noemen. Dat wil eigenlijk zeggen hoeveel procent van het aandeel... of hoeveel procent van de aandelen die er zijn... is eigenlijk vrij verhandelbaar. Want vaak zul je zien dat een gedeelte van de aandelen... vastzit bij de, de eigenaren van het bedrijf... of bij grote investeerders. Ja, aangezien die niet vrij verhandelbaar zijn... zijn die eigenlijk ook niet zo... ja, kun je ze toch niet kopen? Is dat minder impact op de beurs? En dat is een van de redenen waarom ASML dus uh, wel zo hoog scoort... Ten eerste, omdat dit voor 100% op de Nederlandse beurs staat, genoteerd. En ook omdat hun float eigenlijk gewoon één is. Um, en dus alle aandelen ook beschikbaar zijn. Even kort tussendoor, vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. En je helpt het YouTube kanaal ermee. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik dan hieronder op abonneren om nooit meer een video te missen. Dan gaan we nu weer snel terug. Kijken we dan even naar deze cijfers van de AX. Van, uh, eind maart, is dus eigenlijk het kwartaalrapport. Dan zien we hier de weging staan. De market cap zoals die wordt meegenomen. En de float. En die gegevens heb ik dus ook meegenomen in mijn sheet. Die zien we hier terugkomen. Uh, zo zien we bijvoorbeeld dat uh, bedrijf, zoals zegt Royals Dutch Shell een market cap, of nee, moet ik anders zeggen een index cap heeft. Dus een capitalization. Een, een waarde voor deze index van net geen 75 miljard. Terwijl gaan we kijken op uh, Yahoo Finance, dan zien we dat uh, het aandeel Shell eigenlijk, of de, het bedrijf Shell, bijna 128 miljard waard is. Maar dat is dus de bedrijven samen en alle aandelen. En zoals gezegd, als niet alles meegeldt voor de float of niet alle aandelen op de AX staan, dan kan dat aangepast worden. En in de volgende kolom zien we die float. We zien dat heel veel bedrijven... Gewoon één hebben. Degene die er uitspringt is Process. En dan gaan we daar kijken hoe dat uh, komt. Dit bedrijf heeft iets meer dan 120 miljard. Market cap op dit moment, marktwaarde. Maar gaan we kijken bij de statistics. En scrollen we naar beneden. Dan zien we dat ze um, ja, held by insiders. Oftewel bedrijven uh, binnen, of mensen binnen het bedrijf. Is 75% bij institutions. Dus grote Pensioenfondsen, misschien aanbieders van ETF's en zo, die hebben ook nog eens 10%. Dus een heel groot gedeelte is eigenlijk niet eens vrij verhandelbaar. Maar wij letten dan vooral op de held by insiders, dus het bedrijf zelf bijvoorbeeld. Dan is dat drie kwart. En dat verklaart ook waarom de float zo laag is. Dus blijft er eigenlijk nog 25% over en dat heeft dus onder andere impact waarom misschien het hier net geen 5% weging heeft in de beurs. Maar hier kijken we dus naar de AEX en zoals gezegd zijn er meerdere AEX uh, beurs eigenlijk. Alleen wij kijken naar de AEX index. Kijken we even bij IEX bijvoorbeeld, dan zien we vaak de AEX staan die op dit moment 572,8 is, maar ook de GR en waar we eerder al hebben gezegd de GR staat voor gross return, oftewel daar wordt het dividend meegenomen. Nou laten we nog even gaan kijken wat de impact is als het dividend op de lange termijn meeneemt, dan heb je de zwarte lijn die je hier ziet, is de AEX. Gevolgd door die blauwe lijn die er continu boven ligt. Daar wordt het dividend zeg maar uitgekeerd, maar ook weer geherinvesteerd. En zo zie je dat op lange termijn het verschil natuurlijk steeds groter wordt. En ik denk dat wat wel iets is wat interessant is, zeker voor dividendbeleggers. En je ziet ook wel op de lange termijn wat dan het verschil is. Laten we even op het hoogtepunt gaan kijken. Dan zien we dat de Ajax een rendement had in die tijd sinds 2005 ergens van 77%. Terwijl de Ajax GR dus 199 of zeg maar 200% in de plus stond. Even weer terug naar mijn sheet. Um, hier heb ik een kolom toegevoegd en op zich, het zal niet helemaal kloppen, maar het is een beetje om een beeld te geven wat nou de impact is van aandelen. Um, kijken we naar die koers van begin vrijdag, dus net geen 560 euro. Dan heb ik bijvoorbeeld gekeken naar het aandeel Adjen met een weging van 4%. 4% van dat bedrag is dus Adjen bijna voor 23 euro heeft het waarde in de beurs. Nou, dat klopt niet helemaal. Want in het verleden hebben er waarschijnlijk andere bedrijven in de beurs gezeten uh, die er nu dus uit zijn om tot deze koers te komen. Maar het is vooral dus uh, ja, niet correct, maar wel iets makkelijks om te zien wat dan de impact is, wanneer bijvoorbeeld een bedrijf um, die dag in de plus staat, nou is het Adyen net het bedrijf, wat afgelopen vrijdag in de min stond. Um, ja, daardoor ging hun beurswaarde, uh, of hun koers eigenlijk van 1151 daalde naar 11. Uh, 17,51. En waar het voorheen dan eigenlijk een, gebaseerd is op die weging, 22,92 van de beurs van de AX uitmaakte, is dat nu nog 22,26, oftewel een afname van 67 cent. En zo zie je dat er ja, bedrijven het heel erg goed deden die dag, met bijvoorbeeld 8,6%, 11%, maar ook dus een min, zoals dat. En daardoor kan het zo zijn dat de beurs die dag begon met 559,13% en de dag afsloot met die 572,8% die we hier zien. Uit mijn berekening komt 573,03% dat is een afwijking van 0,04%. Heeft er onder andere mee te maken waarschijnlijk dit bedrag, ja, dit percentage had waarschijnlijk lager moeten zijn want we hebben gezegd in het begin is vastgesteld dat het maximaal 15% mee mag wegen. En doordat uiteindelijk dan ook alle andere wegingen iets anders zijn. Maar ik daar dus de gegevens niet van kon vinden, komen we niet hier helemaal precies op dit bedrag uit. Maar het geeft wel een beetje aan wat de impact van hun aandeel doet. Kijk, zo zagen we bijvoorbeeld dat ING. Met 8,6% steeg die dag. En dat er daardoor waarschijnlijk de koers van de uh, AX zeg maar, met 2% toenam. We zagen echter ook dat een bedrijf zoals ABN Amro, de andere bank. Ook met 8,4%, dus bijna hetzelfde toenam. Maar die zorgde juist maar voor een stijging eigenlijk van 29 cent. Dus beide van deze bedrijven hebben ongeveer dezelfde stijging, maar hebben een heel andere impact. Nou, dat heeft ermee te maken. We zien het hier al terug in de capitalization, dus de marktwaarde van het bedrijf voor deze index, die is bij ING veel groter dan bij, uh, bij ABN en dat zien we natuurlijk ook in de, uh, in de weging terug, want waar ABN dus voor 0,6% meeweegt in deze index, is dat bij ING voor 7,2%, dus 7 keer zoveel en dat verklaart dus ook waarom uiteindelijk... Terwijl dezelfde koers eigenlijk omhoog gaat bijna het een totaal andere impact heeft op de beurskoers van de AEX. En zo kun je wel begrijpen dus dat grote bedrijven zoals ASML, Royal Dutch Shell en Unilever, die samen dus voor 40% of iets meer dan 40% de AEX uitmaken, dat die grote impact hebben op wat er die dag zal gebeuren. Doen deze bedrijven het goed. Dan zal ook de AEX hard stijgen, doen ze het slecht, dan zal de AEX ook harder dalen. Um, het is wel een voordeel dat. In Nederland is dus die drie grote bedrijven in verschillende sectoren zitten. ASML zijn chips, zeg maar technologie. Royal Dutch Shell natuurlijk olie, energie en Unilever is voedingsmiddelen. Maar we kijken bijvoorbeeld naar de S&P 500, de 500 grootste bedrijven van Amerika. Daar is de top 5 um, Apple, Amazon, Facebook, uh, Google. En nog eentje die ik telkens vergeet. Maar in ieder geval, dat zijn allemaal technologiebedrijven. Dus doet de technologie sector het die dag heel erg goed. Die vijf bedrijven zijn goed voor 20% of iets meer dan 20% van die index. Dus ook al zitten er 500 bedrijven in, 1% van het aantal bedrijven is goed voor 20% van die index. Dus doet die bedrijf het heel erg goed. Dan gaat de beurs heel erg hard omhoog. Nou, dat geluk hebben we dan in Nederland, bij de Ajax in ieder geval, dat het niet echt gedomineerd wordt, zeg maar, door in bepaalde sector, maar nog wel een beetje um, verdeeld is. Maar houd dus wel rekening mee dat, zoals gezegd, de tien grootste posities voor meer dan of bijna 80% van de index uitmaken. En als je nou precies wil weten trouwens nog hoe die weging tot stand komt, er is nog een document van de AX. Die staat trouwens, als je naar de ax uh, website gaat, Euronext, dan kun je hier op eigenschappen klikken. En hier staan twee documenten, die fact sheet. Dat is het document wat ik tot nu toe telkens heb laten zien en die Family Rules. Dat is hetgene die nu dus komt en op een van die pagina's staat letterlijk heel wiskundig uitgelegd hoe het uiteindelijk nou echt de koers van de Ajax dus bepaald wordt. Dus wil je daar helemaal in duiken om precies te weten hoe het zit, dan moet je hier vooral kijken. En ja, ik hoop in ieder geval in deze versie een beetje een simpele. Versie eh, eigenlijk duidelijk te hebben willen maken. wat nou, hoe het eigenlijk tot stand komt. hoe de weging is van bepaalde bedrijven. en wat daardoor de impact dus is. als een bedrijf het goed of slecht doet. op uiteindelijk wat de Ajax die dag eh, presteert. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het een leuke en interessante video vond. Waar je ook nog iets van hebt opgestoken? Mocht je nou nog vragen of opmerkingen hebben, laat die in ieder geval achter in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke video, geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken en je helpt het YouTube kanaal ermee, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik dan hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En ik hoop ik jou graag bij de volgende video weer.